Goedemorgen jongens. Eens kijken jongens wat ik hier heb staan. Eens kijken wat we hier hebben staan jongens. Pak het moment. Pak het kent even jongens. We hebben staan de Yamaha T-Max de 530. Mooie machine, keyless go van bouwjaar 2015. Kijk, zo mooi licht, knipperlichtjes. Eens kijk. Hoe komt dat bij? Kijk, komt dat bij? Kijk, kijk. Kijk, zo mooi. Hij is van 2015. Er is wel een en ander gebeurd aan de motor. Allemaal leuke opties. Mooie schijven. Wat mij aan deze schijven opviel. Die motor remt ons. Ontiegelijk scherp, ontiegelijk goed rem die motor. Al die mooie plaatjes, moest kijken. Hier, een BCD. Het kap, geen. Die grote kap is er niet meer. Weggewerkt, mooie plaatjes erop. Kijk, hier. Ook die kapjes om die achterlicht heen. Eens kijken, jongens. Mooi. Kijk, moet je achterlicht liggen. Eens kijken, ga je achterlicht. Kijk, mooi, ja, dat moet je licht liggen erbij. Kom eens hier, dit kan kijken. Mooie schijven ook achter. Mooi uitlaatje. Dempertjes er nog in. Hij is mooi opgepimpt. Kijk, wat ook mooi aan die motor is. Kom aan die kant staan. Iron Max. Stalen T-Max. Kijk. Als ik dit knopje indruk, kijk hier dit knopje, gaat hij uit. En als ik wil starten, knopje indruk, start hij. Je hebt geen sleutel nodig. Die heb ik in mijn neus, ik deed mijn neus in mijn zak. Key, let's go. Kijk, in mijn zak, je hebt een bepaald aantal meters. Oh, die spiegeltjes van Rizoma, mooi. Het is allemaal duur, mooi hoge windschermpje. Ja, zet ik hem, hoppa, doe ik. En ook, wat mooi is, die tankdop. Normaal is er een sleutel bij, kijk. Geen handschoenen meer uitdoen, indrukken, makkelijk tanken. Hoef je niet meer te kloten. Het is een super mooie machine. De eigenaar van deze motor, die heeft, dit is volgens mij de derde T-Max, volgens mij als ik het goed had. Hij is begonnen met een BMW C600. Ik zeg tegen hem, als nieuwsgierigheid, wat vond je ervan? Hij zegt waardeloos. Hij zegt, ik heb er eigenlijk spijt van dat ik de BMW C600 heb gehad. Weg dat ding, heb ik de T-Max voor ingehaald. Hij heeft dus een verschil van, een wereld van verschil, want die C600, lijkt wel een vullerswagen. De nieuwe modellen zijn beter gemaakt, die zijn veel beter. Maar de vorige modellen van de C600, gewoon een tractor lijkt wel. Die lawaai, hij is heel erg lawaaierig. Ja, maar wat verwacht je met een Kemco-blok? Nee, niks anders verwacht, niks verwacht. Maar wat ik jullie uit ga leggen, wat wij aan deze T-Max gaan doen. Kom maar, loop met mij zijn. Wij gaan iridium bougies monteren. En daarna gaan we een variateur van Molossi monteren, inclusief plaat. Helemaal compleet. Allemaal van Molossi. Wat we nog meer gaan monteren is een power commander van Molossi. Wel de nieuwste model, hè? De nieuwste model van de power commander. Eens kijken. Deze gaan we ook monteren. Het is wel een beetje werk, maar het is mooi. Dit is goed. Deze power commander van Molossi is goed. Voor bij de Yamaha T-Max had ik liever
die jij Costa gebruikt. Die jij Costa is ietsjes agressiever dan de Molossi. Maar voor die man maakt het niet zo uit. Hij zegt, maar we moeten wel erbij zeggen, de kwaliteit van Molossi is veel hoger dan jij Costa. Maar jij Costa doet het niet goed op een Aprilia SSV 850 en een GP. Dat doet Molossi er goed op, maar hij doet het jij Costa er beter op. Dus het is allemaal goed. We gaan ons best doen om het mooi te maken. Dus we gaan die motor strippen. En als we allemaal gestript hebben, dan gaan we die koppeling gaan vervangen, die facenaar gaan vervangen, die powercommando gaan we allemaal vervangen. En daarna gaan we een testrondje rijden. Ik heb al gereden met die motor, die rijdt gewoon goed. Maar zoals die thema's bekend zijn, komen ze ietsjes krachttekort. Als de standaard is, dan gaan we dat gaan we doen. We gaan het netjes maken. Dus we gaan jullie nou voorlopig verlaten. En daarna, als we helemaal uit elkaar hebben gehad, dan roepen jullie erbij. Dan kunnen jullie met ons meekijken. Dus voorlopig laten we het even hierbij. Dus jongens, ik ga jullie van wel zeggen, ik ga aan het werk met de motor. Als we hem helemaal uit elkaar hebben gestript, dan roepen jullie erbij een keer om tot mee kijken. Dus jongens, bij deze is het. Ajus, paraplu's. Is goed, Joe. Ga deze weer.